Mijn naam is Michael Reumerman. Ik ben artsonderzoeker en docent bij de sectie farmacotherapie van het Amsterdam UMC. En ik zal vandaag met jullie dit onderwerp polyfarmacie en de medicatie review training op mij nemen. We zullen in eerste instantie beginnen in deel 1 met het onderwerp polyfarmacie en deel 2 zal de medicatie review training betreffen. Vandaag wil ik eigenlijk 4 belangrijke zaken gaan bespreken. Ten eerste, wat is polyfarmacie? En waarom is het belangrijk hier iets van te begrijpen? En deze 2 vragen zullen het hoofdonderwerp zijn van deel 1. En in deel 2 is het van belangrijk, wat is een medicatiereview? En hoe doe ik een medicatiereview? En dit onderwerp wordt altijd als een onwijs lastig onderwerp beschouwd. En wij hopen dat dit college jullie iets van sturing kan geven. Maar wat het allerbelangrijkste is vooral veel te gaan oefenen. Dus dit college is maar de basis. En het passief achterover gaan zitten en luisteren naar dit college zal u waarschijnlijk niet voldoende geven om volledig begrip te hebben van polyfarmacie en wat een medicatiereview is. U zult er dus vooral zelf mee aan de slag moeten. En tijdens dit college zullen we ook wat interactieve momenten gaan hebben, waarin ik u vraag of deze opname even op pauze te zetten, zodat u kunt nadenken. Of dat u heel snel gaat nadenken over wat het antwoord zou kunnen zijn. Doe vooral mee. Als u het zelf aanhoort, dan gaat het de ene oor in en de andere oor uit. Maar als u participeert, weten we gewoon uit onderzoek dat veel meer blijft hangen. En vooral bij zo'n lastig onderwerp waarbij u veel moet oefenen, is dit van groot belang. Uiteraard is polyfarmacie of kan polyfarmacie een droog onderwerp zijn. En vandaar dat we ook een casus hebben meegebracht vandaag. En vandaag gaat deze casus over mevrouw Jansen. Ze is 74 jaar, is 1,65 lang met een gewicht van 83 kilo, is daarbij allergisch voor amoxicilline, heeft wat pakjaren maar drinkt eigenlijk nooit alcohol en heeft voor de 74 jaar een beperkte voorgeschiedenis, hoewel er toch al het een en ander aan is voorgevallen. Nou, bij deze voorgeschiedenis hoort natuurlijk ook een hele rits aan medicamenten. En hier ziet u dat deze mevrouw ongeveer 8 medicamenten heeft. Nou, we gaan straks kijken of dit wel de meest geschikte medicamenten zijn. En bij die medicamenten en bij dit verhaal hoort natuurlijk ook een anamnese die is afgenomen. Nou, daar kunt u straks wat uitgebreider in gaan lezen. Maar hopelijk kunt u al snel zien dat er een aantal problemen ontstaan. En naast de anamnese ziet u hier ook wat aanvullende gegevens met betrekking tot het aanvullend onderzoek, dus wat lichamelijk onderzoeken, maar ook wat laboratoriumuitslagen. En ook hier moet u straks wat van gaan vinden. Dus in combinatie met de medicatie, de anamnese en het aanvullend onderzoek, in combinatie daarbij met de voorgeschiedenis, moet u wat gaan vinden van deze casus. Dit is vrij lastig. Als ik dit aan u geef, dan zult u misschien van allerlei dingen willen gaan doen. Zou je ook misschien van allerlei dingen willen gaan zien en meteen gaan oplossen. Alleen ik ga u proberen om hier gestructureerd doorheen te gaan. En specifiek in deel 2 van dit college zal ik u daarbij helpen. In deel 1 zal ik u wat meer uitleg geven over of dit wel polyfarmacie is. Wat voor problemen hierbij kunnen ontstaan. Dus deze casus komt uiteraard zo meteen nog weer terug. Als we dan beginnen met de definitie van polyfarmacie, dan staat hier een definitie van polyfarmacie. Maar u moet zich realiseren dat er in de literatuur onwijs veel definities van polyfarmacie zijn. Dit is wel een heel veel gebruikte, maar de uniforme definitie van polyfarmacie bestaat dus niet. In het Amsterdam UMC wordt deze heel vaak gebruikt en in Nederland wordt deze ook heel vaak gebruikt. Het betreft namelijk het chronisch gebruik van meer dan 5 of meer geneesmiddelen voor een periode van minimaal 3 maanden. Het moeten dus middelen zijn die dagelijks worden gebruikt
En het gebruik van crèmes worden hierbij niet meegerekend. Nou, hier is heel veel op af te dingen en er zijn ook heel veel grijs gebieden van wat hoort er dan wel bij en wat is chronisch gebruik. Moet dat dan dagelijks gebruik zijn? Mag het ook wekelijks gebruik zijn? Dat is onwijs lastig. En ook het gebruik van combinatiepreparaten, wordt dat dan gezien als één middel of als meerdere middelen? Dat is in verschillende definities dan weer anders. Maar dit is een definitie en probeert u zich enigszins een inschatting te geven of het wel of niet polyfarmacie is. Als we dan gaan kijken naar polyfarmacie, dat is dus het gebruik van relatief veel geneesmiddelen, dan is het ook de vraag, hoeveel geneesmiddelen gebruiken we dan? En hier kunt u dat zien in een van de laatste kerngetallen van de Stichting Farmaceutische Kerngetallen. En daar ziet u dat naarmate mensen ouder worden, ze meer geneesmiddelen gaan gebruiken. Nou, dat is uiteraard heel logisch, maar wat u ook ziet is dat bijvoorbeeld patiënten die 75 jaar en ouder zijn, ongeveer 3 keer zoveel geneesmiddelen gebruiken als een gemiddelde Nederlander. Dat is onwijs veel. Dat had u misschien al verwacht. En u kunt ook zien dat met het stijgen van de leeftijd, vanaf een jaar of 40, zal deze stijging in gaan zetten. En dan is de vraag, hoe vaak komt dan polyfarmacie voor? Nou, als we kijken naar 65-plussers, dan zien we dat ongeveer 45% van de bevolking polyfarmacie heeft, volgens de definitie die eerder is gegeven. Als we dan nog wat extremer gaan kijken, dan zien we dat ongeveer 20%, een beetje afhankelijk van de bron, meer dan 10 middelen gebruikt bij 75-plussers. Dus 20% van de 75-plussers gebruikt meer dan 10 geneesmiddelen of 10 of meer geneesmiddelen. Dit is onwijs veel. U kunt zich wel voorstellen dat er hier problemen mee ontstaan. Maar dan is het de vraag, wat voor problemen? Nou, en hier staan er een aantal beschreven voor u, die we stap voor stap gaan langslopen. Zo kunnen er meer ziekenhuisopnames ontstaan. Uiteraard, hoe meer pillen, hoe meer kosten. Er kunnen meer bijwerkingen ontstaan. Patiënten kunnen gek gezien ook onderbehandeld zijn, dat er bepaalde geneesmiddelen niet gegeven worden. Maar uiteraard, misschien wel veel logischer, is dat er een soort overbehandeling plaatsvindt. Dat mensen te veel geneesmiddelen krijgen voor op dit moment. Misschien hadden die geneesmiddelen ooit wel een goede reden om gegeven te worden, maar door het veranderen van onder andere de farmacokinetiek, de farmacodynamiek, kan het nu zo zijn dat een geneesmiddel niet meer nodig is. Uiteraard, hoe meer geneesmiddelen er zijn, hoe meer kans er is op een interactie. En ook hoe meer geneesmiddelen, hoe meer kans op therapie ontrouw specifiek. Dus deze onderdelen zullen we stap voor stap eens gaan langslopen. Als we in eerste instantie gaan kijken naar ziekenhuisopnames, dan is er in 2006 een onwijs groot onderzoek heeft plaatsgevonden, ook wel het HARM-onderzoek, wat liet zien dat ongeveer 5,6% van de ziekenhuisopnames, en dan de niet-acute, of van de acute ziekenhuisopnames, betrof een opname door medicatie. Met andere woorden, 1 op de 20 mensen die in het ziekenhuis ligt daardoor of met een medicatie-gerelateerd probleem. En ongeveer de helft van die patiënten had voorkomen kunnen worden, althans die ziekenhuisopname had voorkomen kunnen worden, door verschillende interventies. Dus 1 op de 40 patiënten die nu in het ziekenhuis ligt, die had daar niet gelegen, mocht er optimaal gekeken worden naar de medicatie. Nou, dit was onwijs schokkend in deze tijd. En daarop zijn heel veel interventies bedacht in verschillende ziekenhuizen. En 10 jaar later is een vervolgonderzoek gedaan. Nou, en uiteraard werd er gedacht dat na al die interventies het beter zou gaan. Maar helaas, niets was minder waar. Sterker nog, er werden iets meer patiënten opgenomen door het gebruik van medicatie. En dat betrof vooral de oudere patiënten. De oudere patiënten die had een hoger percentage van medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames. Dus ook in 2017 was het nog steeds een onwijs groot probleem waar we nog wat aan moeten doen. En vandaar dat ook dit college van belang is.
Maar dan zult u misschien vragen, goh, waardoor zijn deze mensen dan opgenomen? Wat waren dan de redenen waarom patiënten door medicatie in het ziekenhuis komen? Nou, en hier staat het belangrijkste rijtje. Fracturen, duizeligheid, collapse of hypotensie, gastrointestinale bloedingen, elektrolytstoornissen en nierfunctiestoornissen, hyper- of hypoglycemie, problemen met het maag-darmkanaal, specifiek een ileus of een obstipatie, en het veroorzaken van hartfalen. En nu u dit rijtje ziet, dan hoop ik dat u het rechter kolom voor uzelf al een beetje kunt invullen. Wij komen daar zo meteen op terug. Maar het is wel goed om u zich meteen dat er een soort connectie bestaat tussen wat zorgt nou voor fracturen, wat zorgt er nu voor gastro-intestinale bloedingen, en dat u zich daarvan op de hoogte stelt. Het tweede punt is de kosten. Hoe meer geneesmiddelen uiteraard, hoe duurder de kosten, of hoe meer kosten er gemaakt worden. En hier ziet u een overzicht hoe die kosten dan verdeeld worden. Aan de linkerkant is hoeveel verstrekkingen, dus hoeveel medicijnuitgiften er zijn geweest, gespecificeerd naar een aantal categorieën. En aan de rechterkant de geneesmiddelenkosten. En voor nu wil ik u vragen om in ieder geval op de lichtblauwe en de oranje kleur te focussen. Helaas, voor de kleurenblinden is dit misschien een wat, kan dit een probleem zijn. Maar daarvoor is het grote partje van ongeveer 20% in de rechterbovenhoek. En het grootste part linksonder. En in het rechter cirkeldiagram het grote blob aan de rechterkant en de kleine blob linksboven. Wat wordt er nu vergeleken met elkaar? Ik zei al, aan de linkerkant wordt het aantal verstrekkingen benoemd. En als u dan kijkt naar de specialité en naar de generiek, dus de lichtblauwe en de oranje, dan ziet u dat ongeveer 20% van alle verstrekkingen in 2017 betrof een specialité. Dus dat is een merkgeneesmiddel van een gespecialiseerde farma. Zo kent u bijvoorbeeld misschien wel Johnson of Johnson & Johnson, Novartis, allerlei verschillende specialiteitsgeneesmiddelen. De generieke geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die al uit patent zijn geraakt en die gemaakt mogen worden door allerlei farma. En u ziet dat ongeveer 75% van de geneesmiddelen die verstrekt werden, generiek waren. En als u dat overkijkt naar de rechter cirkeldiagram, ziet u dat die 75% generieke geneesmiddelen ons maar 17,9% van de kosten betreft. Aan de andere kant, die specialiteitsgeneesmiddelen, wat er niet zoveel zijn, namelijk minder dan 20%, was meer dan 65% van de kosten. Wat u hier ook in kunt zien, dat het voorschrijven van specialiteitsgeneesmiddelen, hoewel het niet veel voorkomt, meer dan de helft van onze geneesmiddelenkosten betreft. Hoe minder specialiteitsgeneesmiddelen we dan ook gaan verstrekken, hoe meer dat zal bijdragen aan de geneesmiddelenkosten. Die generieke geneesmiddelen, ja, u ziet dat als u daar heel veel minder zou van geven, dan scheelt dat minder in de geneesmiddelenkosten. Dus er is vooral heel veel te besparen op die specialiteitsgeneesmiddelen. Nou, ook hier zien we dat met het stijgen van de leeftijd, uiteraard, er dan ook meer kosten aangebonden zijn. En deze lijkt vergelijkbaar op dat eerdere plaatje wat ik u zojuist liet zien. En ook hier ziet u dat bijna, dat ouderen in ieder geval ruim 2 keer zoveel geneesmiddelen kosten dan een gemiddelde Nederlander. Een derde puntje is de bijwerkingen. Hoe meer geneesmiddelen, hoe meer kans op bijwerkingen. En hier heb ik een grafiek voor u meegebracht. En ik wil eerst even dat u gaat nadenken over wat er nu meer realistisch zou zijn. Zou die blauwe lijn of die oranje lijn nu meer realistisch zijn voor de kans op een bijwerking bij het toenemen van het aantal geneesmiddelen? In dit geval zou het eerder de oranje lijn zijn. Hoe meer geneesmiddelen, de x-as, hoe hoger de kans op de bijwerking. En dat is niet een lineair verband, maar dat is ook niet helemaal een exponentieel verband. Maar het lijkt eerder op een exponentieel verband dan op een lineair verband. Hoe meer
geneesmiddelen, hoe meer kans op een bijwerking. En dan is het de vraag welke bijwerkingen. En specifiek, deze tabel heeft u zojuist gezien, want dat waren namelijk de bijwerkingen die zorgden voor een ziekenhuisopname. En nu ga ik u vragen heel goed na te denken. Eventueel de college op pauze te drukken en per ziektecategorie te bedenken welke geneesmiddelen die u heeft gezien in het afgelopen jaar verantwoordelijk zijn voor deze ziekenhuisopname. Daar heeft u dan nu de tijd voor om hem even op pauze te zetten. Oké. Okay. Dus bij de ziektecategorie fracturen, dan is het vooral belangrijk dat u nadenkt over bepaalde psychofarmaca, specifiek de benzodiazepines, bloeddrukverlagende geneesmiddelen, dan heel specifiek de alfa- of beta-blokkers, calciumantagonisten en e-schermers. Juist omdat deze middelen een effect hebben op de vaatwand. Maar ook het gebruik van sufmakende geneesmiddelen zoals opioïden. De duizeligheid, colax of hypotensie zijn een beetje vergelijkbare geneesmiddelen. Als bij de fracturen. Heel veel van die fracturen, dat zal ook voorafgegaan zijn door duizeligheid, hypotensie of colax. Gastro-intestinale bloedingen of gewone bloedingen worden uiteraard veroorzaakt door trombocyte-aggregatieremmers, antistollingsmiddelen, maar ook het gebruik van NSAID's. Elektrolyt- of nierfunctiestoornissen worden vooral veroorzaakt door verschillende diuretica, waaronder kaliumsparende diuretica, maar ook door RAAS-remmers. Hypo- of hyperglycemie. Belangrijk dat u zich realiseert dat de metformine niet in dit rijtje thuis hoort, maar dat heel veel andere antidiabetica wel in dit rijtje thuis horen, evenals de corticosteroïden, die ervoor kunnen zorgen dat er een hypoglycemie kan optreden. Geneesmiddelen die invloed hebben op de darmen zijn onder andere de opioïden, maar ook de ijzerpreparaten, vooral in hogere dagdoseringen, staan erom bekend om een ileus of obstipatie te geven. En hartfalen is vooral het gebruik van NSAID van belang. Dus bij een ernstig hartfalen is een NSAID absoluut gecontraindiceerd en zal dus ook niet gegeven moeten worden. Wat wel heel lastig is, gezien het verkrijgbaar zijn bij een drogist. Oké, belangrijk is voor dit, is dat hij dit zou kunnen reproduceren. Ga het alsjeblieft niet uit uw hoofd leren, maar dit zijn geneesmiddelen die de afgelopen jaren voorbij zijn gekomen, waarbij u zich over moet nadenken hoe dit nou veroorzaakt zou kunnen worden. De volgende stapje is de over- en onderbehandeling. Nou, uiteraard, bij een polyfarmacie zien we heel veel overbehandeling, maar zien we ook nog wel eens dat er soms onderbehandeling plaatsvindt. En er zijn verschillende medicatie- of evaluatiemethoden ontwikkeld die voor verschillende patiëntengroepen geschikt zijn. Wij zullen straks de POM-methode, de polyfarmacie optimalisatiemethode, gaan toepassen bij de casus. Maar weet dat er dus meerdere methodes zijn, ook die in Nederland gebruikt worden, om over- en onderbehandeling aan te pakken. Nou, daarnaast moet u zich realiseren naar wat voor onderbehandeling er nu veel voorkomt. En als u naar deze tabel kijkt, dan hoop ik dat u deze kunt invullen. Dus ik zal één voorbeeld geven. Als we het hebben over geneesmiddelen uit de cardiovasculaire groep, en dan heel specifiek naar antistollingsmedicatie. Wanneer zouden we deze antistollingsmedicatie nou moeten geven? Bij welke indicaties? En dan betreft het vooral de chronische indicaties van antistollingsmedicatie. Wat komt dan het meeste voor? Nou, en zo moet u dan doorgaan. En dit geneesmiddel, antistollingsgeneesmiddelen, komen namelijk vaak voor bij chronisch atriumfibrilleren. Nou, op deze manier, ik adviseer u om nu even de college op pauze te zetten en voor al deze geneesmiddeltypen even te bedenken voor welk criterium, dus welke voorgeschiedenis hoort dit middel nou bij. En dan heel specifiek, wanneer zou het eigenlijk altijd moeten? Heb ik u nu even tijd om de college op pauze te zetten.
Oké, laten we doorgaan. En dus trombocyten aggregatiehemmers, wanneer zijn die nou altijd geschikt? Van belang moet zijn dat het eigenlijk nooit bij alleen hypertensie het geval is. Dat is iets wat we heel vaak horen, maar wat absoluut niet van belang is. Het is namelijk alleen van belang als er een hart- en vaatziekte is. Dus een coronaire, cerebrale of perifere symptomen. Een beta-blokker kan voor hypertensie gegeven worden, maar is in de laatste NNG-standaard CVRM eigenlijk niet meer als hypertensie aangewezen. Het wordt dus vooral na een myocardinfarct, bij stabiel angina pectoris, of zelfs nog bij het atriumfibrilleren, wel van belang. ACE-remmers of ARB's, angiotensine receptorblokkers, worden voor heel veel indicaties gebruikt, sowieso voor hypertensie, maar ook bijvoorbeeld voor systolisch hartfalen en bij het gebruik van en bij patiënten die diabetes hebben en ACE-remmers daarbij nodig hebben om hun nierfunctie te beschermen. Dus het nefroprotectieve effect van ACE-remmers. Statines is een hele andere. Statines worden onder andere gebruikt bij primaire preventie, bij mensen die een hoog cholesterol hebben, maar het is vooral van belang bij mensen met een voorgeschiedenis van coronaire, cerebrale of perifere symptomen. En bij de oudere patiënten moeten we dan ook nog kijken naar de levensverwachting. We komen hier zo meteen op terug om te zien hoe de statines en welke plek de statines hebben bij oudere patiënten. Patiënten met aanvalsbehandeling met beta 2 agonisten of parasympathicolytica, SAMA's of SAMA's, worden vooral gebruikt bij lichte tot matige astma of COPD. Protonpompremmers kunnen uiteraard gegeven worden bij mensen met maagklachten, maar ook van belang is om te realiseren dat het vaak gegeven moet worden als profylactische behandeling bij het gebruik van NSAID's. Nou, een beetje afhankelijk van de risicofactoren en de leeftijd. Daarnaast zijn de laxantia, het gebruik van de opiaten, van belang. En deze twee gastro-intestinale groepen die worden onwijs vaak vergeten. En dus dat is echt iets wat u veel zult zien dat niet gebeurt. Als we kijken naar het bewegingsapparaat, dan ook vitamine D en calcium zijn van belang. Vooral bij ouderen die in huis gebonden zijn, mensen met een vitamine D-deficiëntie of ouder dan 70 jaar zijn. En hier komen we ook zo even iets uitgebreider op terug. Ook bij het gebruik van bisfosfonaten is iets wat we nog niet tijdens de cursus hebben behandeld. En daar komen we dan ook uitgebreider op terug. Metformine is een essentieel geneesmiddel bij het gebruik van diabetes mellitus type 2. En dat zijn eigenlijk, er zijn weinig redenen om geen metformine te geven, anders dan bij een slechte nierfunctie of als het niet verdragen wordt in verband met de gastro-intestinale klachten. Dus mocht u iemand zien met diabetes mellitus type 2 zonder metformine, moet u zich wel achter uw oor gaan krabben waarom deze patiënt dat niet heeft. En ook bij de analgetica, de paracetamol, is dat echt een eerste stap in de behandeling van nociceptieve pijnklachten. En ook deze stap wordt vaak overgeslagen, maar vaak onterecht. En dat is iets waar u zich van bewust moet zijn. Ik wilde nu iets meer ingaan op het gebruik van de statine bij de oudere patiënt en ook bij de geneesmiddelen die horen bij het bewegingsapparaat. Omdat hier tot nu toe in de afgelopen jaren weinig aandacht is besteed. Als we gaan kijken naar de statine, dan weten wij dat patiënten onder de 70 worden vaak gekeken naar deze tabel. Dat is de scoretabel uit de NAG-standaard. En dan wordt er besloten op basis van het risico of er wel of geen statine gestart moet worden. Daarnaast weten we ook dat bij patiënten met hart- en vaatziekten, dat er standaard een statine wordt gestart, ongeacht het LDL. Maar dit is een situatie voor patiënten onder de 70 jaar. Polypharmacie weten we dat over het algemeen heel vaak voorkomt bij patiënten boven de 70 jaar. En deze scoretabel is eigenlijk ongeschikt voor die patiënten. Je ziet ook hierbovenin dat de maximale leeftijd van de patiënt 65 is. En dat betekent niet dat patiënten die 65 jaar of ouder, dus eigenlijk boven de 70 zitten, hoger zouden zitten dan die patiënten die 65 jaar zijn. Daar moet hij zich van bewust zijn. Wat gebruiken we dan wel als referentie
om statines te geven bij patiënten ouder dan 70 jaar. Nou, dit is heel lastig. De NAG-standaard die heeft er wel iets van informatie over. Maar ook is er afgelopen jaar een artikel gekomen in het NTVG dat een soort wegwijs geeft voor hoe gaan we nou om met het gebruik van statines. En hier ziet u dat flowdiagram. De eerste vraag is de patiënt boven de 70 jaar? Nou, dat hebben we al gevonden. En dan is de vraag, is iemand bekend met hart- en vaatziekten? Als dat namelijk wel het geval is, dan is het nog wel van belang om deze cholesterolverlager te starten. Alleen als een patiënt een beperkte levensverwachting heeft, dan wordt het afgeraden om de statine nog te geven. Mocht iemand nou geen hart- en vaatziekte hebben, maar alleen een verhoogd risico, dan wordt er ook gekeken naar of iemand kwetsbaar is of een beperkte levensverwachting heeft. Mocht iemand daaraan voldoen, dan wordt er niet gestart met een statine. Of er wordt wel gestart en bij de eerste bijwerking wordt er eigenlijk gestopt. Mocht iemand nou niet kwetsbaar zijn, dan starten we wel met de statine, maar is de beperkte waarde van het starten van de statine, die is aanwezig. En omdat u niet meer kunt kijken naar de score-tabel, zijn er hele andere manieren om hiernaar te kijken. En een van de manieren is te kijken naar het programmaatje YouPrevent. YouPrevent.nl, als u dat invoert, dan kunt u kijken naar, op basis van patiënteneigenschappen, naar het risico op een hart- en vaatziekte, of het overlijden naar een hart- en vaatziekte. En dit geeft een hele andere kijk dan de scoretabel. Er zijn ook andere parameters waar u naar moet kijken om te bepalen of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een statine. En over het algemeen kunt u ervan uitgaan dat een patiënt een hoog risico zal hebben bij een patiënt met diabetes mellitus type 2. Patiënten met een hoog cholesterol alleen en een beetje hoge bloeddruk bij een leeftijd van 70 jaar of ouder, die zullen niet geclassificeerd worden als een hoog risicopatiënt en komen dan vaak dus ook niet in aanmerking voor een statine. Simpelweg omdat de number needed to treat vele malen hoger is dan de number needed to harm bij deze patiënten. Het andere punt wat ik iets meer wilde uitlichten was het onderdeel over het bewegingsapparaat. Heel specifiek de vitamine D, ook wel de cholecalciferol. Wat zijn nou de indicaties van deze vitamine D? Nou, uiteraard bij patiënten die een vitamine D-deficiëntie hebben, daar moet vitamine D worden verstrekt. En de kans op een vitamine D-deficiëntie bij het ouder worden wordt steeds groter. Helemaal bij ouderen die in een verpleeghuis wonen, is de kans op een vitamine D-deficiëntie onwijs groot. Daarnaast zijn er verschillende adviezen van de Gezondheidsraad die zegt dat verschillende patiëntengroepen sowieso al zouden moeten starten met een vitamine D. Dit omdat de voorafkans op een vitamine D-deficiëntie ook al voor behoorlijk hoog is. En onder andere patiënten die ouder zijn dan 70 jaar, die zouden moeten starten met 800 eenheden cholecalciferol. Nou, daarnaast is vitamine D altijd van belang bij patiënten die een gediagnosticeerde osteoporose hebben. Nou, naast die vitamine D is het ook van belang om te kijken naar het calcium. En een veel gemaakte fout is dat er gekeken wordt naar het serumcalcium. Dus naar het calcium in het bloed. Dit is niet van belang. Serumcalcium heeft niets te maken met de hoeveelheid calcium die in uw lichaam zit. Uw lichaam zal namelijk altijd proberen het serumcalcium op orde te krijgen. En als het serumcalcium te laag wordt, zal het lichaam proberen het calcium uit het bloed of uit het bot te halen. Dus het serumcalcium is geen goede afspiegeling van de hoeveelheid calcium die in u zit. En het is wel afhankelijk van de inname van calcium. En dus de toevoeging of de suppletie van calcium hangt dus ook daarvan af. Mocht u nou geen zuivel eten, dus geen kaas, geen melk, geen yoghurtproducten, dan is het van belang om bij de patiënten boven de 70 jaar 1000 mg calcium toe te nemen. Bij 1 tot 3 eenheden zuivel per dag is het belangrijk om 500 mg calcium te geven. En als u 4 of meer eenheden calcium nuttigt boven de 70 jaar, dan is er geen extra suppletie van calcium nodig. Daarnaast is het nog van belang om te kijken naar bisfosfonaat. Zonder al te veel in te gaan op deze geneesmiddelen zijn het over het algemeen grote geneesmiddelen
die moeilijk in te nemen zijn, waarbij iemand ook zittend of liggend moet innemen op een nuchtere maag. En dan zittend of liggend moet, of zittend moet blijven zitten, zodat het geneesmiddel goed door de slokdarm kan zakken. Dus de zwaartekracht moet ervoor zorgen dat die bisfosfonaat naar de maag toe gaat. Het is namelijk wel eens voorgekomen dat deze bisfosfonaten zijn blijven hangen in de slokdarm en een slokdarmperforatie zouden geven. Dus sowieso het innemen van die bisfosfonaten kan wat onhandig zijn. En daarnaast weten we dat dus patiënten met een gediagnosticeerde osteoporose of patiënten die relatief hoge doseringen corticosteroïden gebruiken, daarvoor in aanmerking moeten komen. En over het algemeen wordt de alendroninezuur 1 keer in de week verstrekt. Dit kan handig zijn, want er zijn minder innamemomenten, alleen het kan ook wel voorkomen dat het daarom wordt vergeten. Dus kies altijd een vaste dag waarop deze alendroninezuur gegeven zou moeten worden. Net als we het hebben over onderbehandeling, is het ook van belang om te kijken naar overbehandeling. Hier staan een heel aantal geneesmiddelen of geneesmiddelcombinaties waarop gelet moet worden. Wat is nou echt een overbehandeling van een patiënt? En wat is het argument om bijvoorbeeld deze overbehandeling te staken? Uiteraard hebben we, zoals u kunt zien, hebben we deze tabel niet in stukjes gehakt, niet de kans gegeven om hier iets in op te lossen. Maar het is wel van belang om niet alleen even snel deze tabel te lezen, maar ook te begrijpen waarom deze geneesmiddelcombinaties of enkele geneesmiddelen niet van belang zijn. Of u het zelf kan reproduceren of zelf kunt bedenken waarom dit geen handige combinatie is. Daarbij zeggende is dit een kleine glimp uit welke zaken er voor overbehandeling kunnen zorgen. En dit is niet uitputtend. Dus er zijn nog veel meer geneesmiddelen of geneesmiddelcombinaties die vaak wordt gezien bij overbehandeling van polyfarmacie. Het volgende puntje is hoe meer geneesmiddelen, hoe meer interacties. En van belang is dat er verschillende typen interacties zijn. We hebben aan de ene kant de farmacokinetische interacties, die gebaseerd zijn op het ADME-principe. En aan de andere kant hebben we de farmacodynamische interacties, die meer te maken hebben met hoe geneesmiddelen werken. Als we in eerste instantie kijken naar de farmacokinetische interacties, zien we er hier een aantal opgenoemd. En je kan een farmacokinetische interactie hebben op het gebied van de absorptie, waarbij je bijvoorbeeld metalen hebt, zoals calcium, ijzer, maar ook magnesium, die onder andere interacties hebben met antibiotica, zoals doxycycline of ciprofloxacine. Van belang is dat u zich moet realiseren dat een interactie niet meteen betekent dat het niet kan, maar dat u erover na moet gaan denken. En in sommige gevallen kunnen interacties ook echt niet. Interacties op het gebied van de distributie zijn er niet onwijs veel en zijn voor dit niveau een beetje te hoog gegrepen. Interacties op het gebied van het metabolisme zijn er heel veel. De CYP450-enzymen zijn een voorbeeld hiervan. En een aantal geneesmiddelen waar u wel van op de hoogte mag zijn, is bijvoorbeeld het gebruik van grapefruitsap, verschillende azolen, antischimmelmiddelen dus, macrolide antibiotica, verschillende antiepileptica zoals carbamazepine en het gebruik van Sint-Janskruid, die onwijs veel CYP-interacties kunnen hebben. En daarnaast zijn er farmacokinetische interacties op het gebied van de excretie, waarbij vooral de NSAID's en de E-schermers hele bekende zijn, die onder andere ervoor zorgen dat de nierfunctie iets achteruit gaat, waardoor renaal geklaarde geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld metformine of sotalol, een verhoogd spiegel kunnen krijgen. Farmacodynamische interacties zijn er uiteraard ook. Daar hebben we dan ook weer 2 categorieën in. We hebben namelijk de directe farmacokinetische interacties, of farmacodynamische interacties. Dan hebben we interacties die elkaars werking versterken, dus bijvoorbeeld die elkaars werking tegengaan, bijvoorbeeld het gebruik van opiaten en naloxon. Naloxon is een opiaat-antagonist. Een opiaat is een opiaat. En dus u kan zien dat deze combinatie elkaar tegen zal werken. Hetzelfde geldt voor vitamine K-antagonisten en het gebruik van vitamine K. De een is een antagonist, de ander is een agonist en het zal elkaar dus gaan tegenwerken. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van salbutamol en een beta-blokker. Ook dit zal elkaar gaan tegenwerken.
Daarnaast zijn er interacties die elkaar versterken. ARB's, angiotensine receptorblokkers en ACE-remmers zullen elkaars werking versterken. Helaas wordt dit niet vaak toegepast in verband met de bijwerkingen, want die worden uiteraard dan ook versterkt. Daarnaast hebben we ook indirecte farmacodynamische interacties. Nou, deze verschillen van de directe in het feit dat ze elkaar dat ze wel dezelfde effect hebben, maar niet precies op hetzelfde enzymreceptor gaan zitten. Zo zijn hydrochlortiazide en beta-blokkers allebei bloeddrukverlagers, maar hebben ze een ander werkingsmechanisme. Hetzelfde als DOAX en acetylsalicylzuur. De een is een middel dat aangrijpt op de stolling, de andere op de trombocyte. Maar beide hebben ze als gevolg dat er eigenlijk minder stollingen kunnen optreden. En dus vaker bloedingen kunnen optreden. Ook dit is van belang, langzamerhand, om hier iets van te weten. En om dit te kunnen reproduceren en vooral te kunnen beargumenteren. Wat voor interactie er nu schuil gaat achter het grote farmacotherapeutische kompas bijvoorbeeld. Als we dan enkele voorbeelden gaan noemen van heel vaak voorkomende interacties, dan wil ik u eerst weer even tijd geven om te kijken wat nou echt het effect is van deze interacties, van deze geneesmiddelenkoppels. Dus zet even de college op stil en dan zal ik over enkele seconden terugkomen met de juiste antwoorden. Oké, ik hoop dat u erover heeft kunnen nadenken. Als we even kijken naar de eerste geneesmiddelencombinatie, de antihypertensiva en de NSAID's, wat zou daar nou het effect van zijn? Nou, we weten onder andere dat die NSAID's ervoor konden zorgen dat het effect van antihypertensiva afneemt. Dus ze hebben een farmacodynamische interactie. Ze grijpen op een ander punt aan, dus het is een indirecte farmacodynamische interactie. En ze werken elkaar tegen. Nou, het gebruik van acetylsalicylzuur, NSAID's, SSRI's en corticosteroïden geven een verhoogde kans op maagulceren. Daarnaast heel specifiek de NSAID en acetylsalicylzuur geven samen een verminderd cardioprotectief effect. Dat heeft te maken dat de acetylsalicylzuur irreversibel bindt aan de trombocyt en de NSAID dat reversibel doet. Ja, om de precieze uitleg verwijs ik u nogmaals naar het college van het bijbehorende vak, wat dus in dit geval zal zijn over het cardiovasculaire systeem. Nou, zo kunt u voor al deze interacties, moet u zich gaan bedenken wat dus de geneesmiddelencombinatie is. En op deze manier hopen we ook dat u erover gaat nadenken. Want het vinden van een interactie is iets wat iedereen zou kunnen doen. Iedereen kan dat farmacotherapeutisch kompas openslaan en de combinaties vinden. Maar wat veel belangrijker is, is wat u met deze informatie gaat doen. Wat is die interactie? Kan dat? Is die klinisch relevant? Of moet u daar iets anders voor verzinnen? Vervolgens gaan we het hebben over de therapietrouw. En de therapietrouw is iets heel lastigs. En er zijn talloze onderzoeken verschenen die hebben gekeken naar therapie of therapietrouw of therapieontrouw. En elk onderzoek laat weer even iets anders zien. Maar dit zijn een beetje gemiddelde resultaten van therapieontrouw. En dit laat zien dat hoe vaker u een innamemoment creëert van een patiënt, hoe lager de therapietrouw is. En dat is ook wel logisch, want als ik u vraag 4 keer op een dag iets te doen, dan zal dat de eerste paar weken goed gaan. Maar als ik u over 2 jaar vraag of dat elke dag goed is gegaan, dan zou het me verbazen als dat elke keer het geval is. En dat moet u zich ook realiseren voor patiënten. Een therapietrouw van 51% gaat dus maar in de helft van de gevallen goed. Dus ook in de helft van de gevallen niet. En voor sommige geneesmiddelen maakt dat iets minder uit, maar voor andere geneesmiddelen is dat veel meer van belang. Dus u kunt zien dat door het verlagen van de innamefrequentie de therapietrouw enorm kan toenemen. En dus ook het effect van de geneesmiddelen enorm kan toenemen. En dit is vooral van belang als u denkt aan geneesmiddelen die op bepaalde tijdstippen moeten worden ingenomen. Sommige geneesmiddelen moeten juist zonder andere geneesmiddelen op een nuchtere maag worden ingenomen. Andere geneesmiddelen moeten juist weer heel erg voor de nacht worden ingenomen. Dit zijn vaak innamemomenten dat er niet andere geneesmiddelen ook gebruikt worden. Dus op deze manier
zorgt u voor een verhoogde innamefrequentie en dus ook voor een verlaagde tegenpietgraad. Als u dan gaat bedenken, goh, wat zijn andere redenen om therapie ontrouw te zijn? En als u zich dan inbeeldt dat u een patiënt bent, dan hopelijk komen deze vijf onderdelen in ieder geval aan bod. Waarom ben ik nou therapie ontrouw? Wat is er nou vooraf gegaan? Nou, een van de redenen kan zijn dat de patiënten denken dat ze te veel pillen hebben. Of een helemaal een afkeer hebben voor pillen. Ook bijwerkingen kunnen ervoor zorgen dat patiënten therapie ontrouw zijn. En ook bij het gebruik van preventieve medicatie, waar patiënten niet direct het effect zien. Met gebruik van pijnstillers bijvoorbeeld zal de therapietrouw veel hoger zijn dan bij het gebruik van een statine of een bloeddrukverlager. En als ik dan nog heel even terugkom naar die angst voor die bijwerkingen, dat is ook het geval. Bij het gebruik van statines is er bijvoorbeeld veel angst om het krijgen van spierpijnklachten, omdat dat echt wijdverspreid is in de media. Dus ook dat kan een reden zijn om de statine niet te starten. Ook al hebben mensen nou niet die bijwerking, kan de angst voor die bijwerking al voldoende zijn om het niet in te nemen. Nou, ook ingewikkelde innamemomenten, dus ik zei meerdere keren op een dag, maar ook ongelijk verdeeld over de dag, of op momenten dat patiënten bijvoorbeeld niet vast thuis zijn, of een maaltijd nuttigen, kan lastig zijn en kan de therapie trouw beïnvloeden. En ook het vergeten van medicatie, dus dat mensen er niet aan denken, is natuurlijk van belang. En voor al deze punten, en er zijn nog veel meer te bedenken, zijn ook interventies op de markt. Hier staan er een aantal, dus bij teveel pillen, dan is het van belang ook je te realiseren dat de patiënt zich moet afvragen waarom gebruik ik deze pillen en als ik het nou stop, wat gaat er dan gebeuren? Nou, combinatiepreparaten kunnen ook een manier zijn om het aantal pillen te verminderen. Je moet zich echter realiseren dat een combinatiepreparaat niet zoveel zal doen aan het aantal innamemomenten, maar meer dus het teveel aan pillen zal kunnen verminderen. Nou, de angst voor bijwerkingen is de bijwerkingen te minimaliseren. Dus te zoeken naar een goed middel dat voor deze patiënten zo min mogelijk bijwerkingen geeft, of bijwerkingen waar de patiënt mee kan leven. Dus dat is een gesprek tussen dokter of verpleegkundig specialist en de patiënt. Preventieve medicatie, ook daar is weer van belang om duidelijke instructie te geven. Te laten zien wat er gebeurt en wat de kansen zijn op bepaalde aandoeningen bij het niet nemen van deze geneesmiddelen en wat voor winst iemand ermee heeft bij het gebruik van de medicatie. Ook het blijven monitoren en het continu aanstippen van het gebruik van de geneesmiddelen kan ervoor zorgen dat preventieve medicatie een verhoogde therapietrouw krijgt. Nou, de ingewikkelde innamemomenten is uiteraard van belang om dat zo veel mogelijk te optimaliseren. Kijk of het mogelijk is om geneesmiddelen te groeperen. Bij het gebruik van statines, die werken idealiter 's nachts het beste, voor de nacht, vooral de kortwerkende statines. Maar als iemand het 's ochtends inneemt en 's avonds niet, dan is 's ochtends altijd nog een betere innamemoment dan 's avonds als iemand het niet inneemt. Ook kan er uiteraard gekeken worden naar een statine met een veel langere halfwaardetijd. En als deze in de ochtend wordt ingenomen met andere medicatie, dan heeft dit ook een verhoogde therapietrouw. Nou, ook het gebruik van medicatieschema's of het gebruik van apps kan die ingewikkelde innamemomenten verbeteren. Nou, het vergeten van medicatie kan worden verholpen met verschillende technische en middentechnische interventies. Van iets heel simpels als een medicatiedoosje, wat je bij alle winkeltjes kan kopen, tot een backstore, wat gemaakt wordt door de apotheek, waarbij alle innamemomenten, waarbij alle geneesmiddelen per innamemoment in een zakje worden verpakt, is een manier om de medicatie-inname te verbeteren. Ja, zo'n zak, als die in de kast ligt, dan wordt de medicatie alsnog vergeten. En dus ook het gebruik van die backstore wil niet zeggen dat het helemaal goed gaat. Er zijn ook verhalen waarbij patiënten wat verward zijn en een backstore helemaal in één keer opsnoepen, omdat ze denken dat het op één innamemoment gebruikt moet worden. Dit kan voor hele gevaarlijke situaties zorgen. Daarvoor zijn bijvoorbeeld ook middelen zoals de Medido van de Philips, die ervoor kan zorgen dat de backstore of één zakje van de backstore op een bepaald tijdstip wordt uitgespuugd, wordt opengesneden en er een signaal uit het middel, uit het apparaat komt, dat een patiënt kan waarschuwen dat het geneesmiddel ingenomen moet worden. Sterker nog,
Als de patiënt het niet inneemt, dan kan zelfs de thuiszorg of een verzorgende worden ingeschakeld dat de medicatie niet is ingenomen. Nou, en als allerlaatste inzet kan er nog gekeken worden of de thuiszorg de medicatie kan verstrekken. Dan wordt er zeker, dan kan de patiënt er zeker van zijn dat het ook ingenomen wordt. Echter, dit is dan weer een hele kostbare interventie. Als we dan teruggaan naar de casus. De casus van mevrouw Jansen. Met alle medicatie, met haar verhaal en haar aanvullend onderzoek. Zonder dan al te veel in te gaan op deze casus, wat we in deel 2 gaan doen, is het van belang u een aantal vragen te stellen. Is er sprake van polypharmacie? Is er kans op een ziekenhuisopname bij deze patiënt? En specifieker, is deze ziekenhuisopname groter bij het gebruik van deze geneesmiddelen of niet? Zijn er bijwerkingen aanwezig? Kunt u dat halen uit de anamnese? Is er sprake van over- en onderbehandeling? Misschien heeft u dat al kunnen zien. Zijn er interacties tussen verschillende geneesmiddelen? En is de therapie trouw verlaagd omdat deze patiënten op meerdere momenten de inname van geneesmiddelen krijgt? En het antwoord op al deze vragen is in principe ja. Dus dit zou een patiënt kunnen zijn waar een medicatiereview op zijn plek is. En dat is iets wat we in de volgende deel gaan bespreken. Ik hoop dat u van het eerste deel iets hebt kunnen leren. En hopelijk ga ik u aanzetten tot het doen van veel medicatiereviews. Want alleen op die manier kunt u zich het eigen maken en zal het ook gewend worden. Maar één keer een college is helaas niet voldoende. Dus ik spoor u echt aan om dat laatste te doen. Heel veel succes en hopelijk zie ik u bij deel 2.